dat je kijkt naar deze nieuwe video. Dit is echt zo lang geleden dat ik letterlijk zo tegen een camera heb gepraat. Maar wij hebben na hele lange tijd eindelijk weer eens een sushi mukbang voor jullie. Plus Q&A. In de zwangerschap wilde ik ook heel graag een Q&A opnemen met Tycho over de zwangerschap. Maar dat is er letterlijk niet eens van gekomen. Omdat we zo druk hebben met alles. Is het al zo lang geleden? Was je überhaupt zwanger toen? Nee, toen wisten we nog niet eens of we een tweede wilden. Zo lang is het geleden, hè? Zo, dat is al meer dan een jaar geleden. Oh, ja, misschien. Nou, dat is echt bizar hoe snel de tijd gaat. Nou, we zitten hier weer na hele lange tijd. Jullie hebben echt massaal vragen gesteld op mijn Instagram. Dit is mijn Instagram, mocht je me nog niet volgen. Ik zou het heel leuk vinden als je een kijkje neemt. Dus mocht je zin hebben in de video, doe een duimpje omhoog. Hoeveel likes gaan we nog een keer met elkaar doen? 4000. Oké, nou dan moeten jullie echt massaal liken, want dat haal ik niet zomaar. En dan wens ik je heel veel kijkplezier. Oh, we hebben zoveel trek. Heel lang geleden gegeten. Ja, ik ook. Ik heb besteld geflambeerde zalm, zalm sashimi, kurkumamaki, zalmaki, geflambeerde zalm met iets erin. Dit is een rol met garnaal en dit is nog met, volgens mij zit er carpaccio op een truffel. Nou, heel lekker. We doen even sojasaus in de bakjes en gaan we eten. Smaakt wel lekker, hè? Prima. Hoe vinden jullie de overgang van 1 naar 2 kindjes? Ah. Ik vind het makkelijker dan van 0 naar 1. Ja? Dat wel. Nou ja. Het is wel iets drukker natuurlijk, maar je weet wat je te verwachten staat en welke sprongetjes er komen. En je weet dan ook dat het de fase is, dat het ook weer snel voorbij is. Kijk, je hebt meer werk, dat wel, want je hebt 2 kinderen. Maar toen wij voor het eerst ouders werden, wisten wij niet eens hoe we een luier moesten verschonen. Om alles waren we aan het stressen. Als hij een periode slechter sliep, dan raakte ik gelijk in paniek en dacht ik, wat is dit nou weer? Eigenlijk met je alles bent chillig geworden. Raak je soort van gestrest en denk je, komt dit nog goed? En nu weet je, bij alles is een fase. Wat wij nu bijvoorbeeld met Finn meemaken, hij zit dan nu in sprong 4. Nou, hij is al uren wakker. En dan probeer je best wel om hem in slaap te krijgen. Maar op een gegeven moment denk je, oh, laat maar, het heeft geen zin meer. Hij gaat niet slapen, want hij wil ontwikkelen. Hij wil nu omrollen. En bij Lef dachten we echt van, oh nee, dadelijk is dit voor altijd zo. Precies. Maar nu weet je gewoon, het zijn allemaal fases. En uiteindelijk komt het goed, want Lef is nu op zo'n leeftijd dat het heel makkelijk gaat met slapen. Dat hij niet meer van die mega ontwikkelingen doormaakt. En het komt goed. Ja, maar precies. De eerste 2 jaar is gewoon best wel pittig. Het gaat dan de hele periode heel goed en dan gaat het weer best wel slecht en dan weer goed. Dus die wetendheid die je hebt, dat is gewoon Maar ik weet niet wat ik minder pittig vind, want ik vind het nu soms juist heel pittig. Ja, oké, ja, je hebt het natuurlijk wel wat druk. Je moet je aandacht delen over 2 en op het moment dat hij heel onrustig is en Lef ook aandacht wilt, kijk, dat vind ik een lastige situatie. Ja. Je bent gewoon continu bezig, we hebben gewoon geen rust eigenlijk. Ligt de ene in bed, is het de ander, snap je? Je bent continu aan, dat vind ik best heftig soms. Ja, zeker. Je maakt het gewoon weer voor de 2e keer mee. En het is gewoon leuk, want elk kind ontwikkelt anders. Dus ik ben nu bijvoorbeeld heel erg benieuwd wanneer hij gaat omrollen, wanneer hij gaat lopen, dat soort dingen. En op het gegeven moment wordt het dus wat makkelijker als hij weer wat ouder wordt. En dan gaan Lef en Finn waarschijnlijk ook echt veel aan elkaar hebben. Gaan ze lekker met elkaar spelen en dat vind ik echt heel leuk. Daar kijk ik echt naar uit. Willen jullie trouwen? Gaan jullie ooit trouwen? Deze vragen, die heb ik zo vaak al beantwoord. Ja, maar toch weten mensen het niet, want ze blijven het vragen, hè? Ja, oké, ja, ik heb niet zoveel met trouwen. Ik zeg nooit nooit. We zijn sowieso al geregistreerd partnerschap, dus we zijn eigenlijk al man-vrouw. Ja. Alleen, ja, ik vind het een beetje ouderwets of zo, trouwen. Nou, het is wel iets heel moois. Ik vind het niet ouderwets, maar het is niet dat ik sta te springen om te trouwen. Ik vind dat als ik ga trouwen, wil ik ook dat we het goed doen. Maar dat kost natuurlijk heel veel geld als je echt een heel groot feest wilt geven. Ja, maar dat is het bij mij niet. Oh, maar dat is het bij mij. Als ik ga trouwen, wil ik het wel goed doen. Dan wil ik het niet zo Ja, je kan het ook voor een paar mensen hier of in het buitenland, dat je een aantal mensen uitnodigt. Alleen de belangrijkste in je leven. Maar qua geld is het niet. Ik weet het niet. Ik heb het niet echt. Vroeger had ik het al niet met trouwen. Nou, ik vind het wel altijd heel mooi om te zien bij mensen, maar... Zeker. Maar ja, zeg nooit nooit, hè. Misschien dat ik wel een keer op de knieën ga. Ja, op dit moment staat het niet op de planning. Ik hou van... spontane verrassingen. Spontane surprises. Nou, ik verwacht het sowieso niet, want je zegt heel duidelijk dat je het niet wil. voor nu niet, in ieder geval. Dus ik verwacht het ook niet. Maar oprecht, als je het zou vragen, zou ik wel ja zeggen. Ik zeg nee, ik wil niet trouwen, want... Ik vind het wel leuk. Maar het is niet dat ik nu zoiets heb van ik moet nu gaan trouwen. Maar ik sta er op zich wel voor open. Maar het is niet dat ik het per se nu moet. Snap je wat precies. Ik bedoel? Dat is het meer. Ik heb nu lekker een sushi met garnaal.
Hoe gaat het tussen jou en Tycho sinds Finn er is? We hebben net wel wat drukker gekregen natuurlijk. En ja, dan is daar natuurlijk ook wel een of andere... Dan is er soms ook wel een beetje de druk op de relatie. En kom je niet altijd aan elkaar toe. Nee. En ja, dat is soms wel jammer natuurlijk, maar ook dat is een fase, denk ik dan. Ja, nou dat zeg ik net al, we hebben het heel druk. Dus dan ben je blij als je eigenlijk even rustig op de bank zit. En dan is het alweer 10 uur 's avonds. Soms leef ik inderdaad wel uit naar de avond, als echt iedereen op bed ligt. Ja, soms hebben we wel gewoon ruzie en irritatie. Omdat ja, als het hier gewoon onrustig is en het gaat allemaal gewoon niet en we zijn moe, ja, dan ga je dan toch op elkaar afreageren. Maar over het algemeen gaat het wel gewoon prima hoor. Klopt. Maar we leven soms ook wel een beetje langs elkaar heen. Dan ga jij werken, dan kom ik thuis, dan ben ik gelijk weg. Ja, dat is overdag, maar ja, dat is normaal. Overdag wordt er gewoon gewerkt. Ja, maar s'avonds ben ik eigenlijk te moe. Snap je wat ik bedoel? Je bent sterk, jongen. S'avonds ben ik gewoon moe. Ja. Ja, nou ja, s'avonds, ja, ik vind het dan wel even lekker om gewoon eventjes op de bank te zitten en iets te kijken. Ja, en date nights komen er gewoon ook niet echt van, omdat ik gewoon nog niet in staat ben om Finn ergens te laten logeren. Ja. Omdat hij is gewoon een hele moeilijke slaap op dit moment. Hij heeft echt een beetje een handleiding. En als hij gewoon makkelijk in slaap komt, dan vind ik het helemaal prima. Maar ik denk gewoon in het belang van mijn kind. Ik heb er geen zin in dat iemand met een huilende baby zit of dat Finn de halve nacht wakker ligt. Dat vind ik gewoon heel erg. Nee. Ik ben sowieso makkelijk als met Lef. Met Lef liet ik hem voor het eerst slapen bij iemand. Hoe oud was hij? 1,5 of 2? Weet je dat nog? Ja. Hoe oud? Sinds we vorig jaar dit huis hebben, toen had ik het zo druk met die met schilderen en zo. Oh, toen was hij bijna 2, hè? 1,5. Iets ouder zelfs, inderdaad. 1 jaar en 8 maanden of zo. Terwijl nu, stel bij 6 maanden slaapt hij goed. Vind ik het echt niet erg, hè? Je hoeft niet te denken dat ik tot 1,5 hem nooit echt logeren laat gaan. Dat is echt niet waar. Ik ben zo gemakkelijk, maar hij is 3 maanden, hè? Zodra hij een beetje... Een goed ritme heeft. Zouden jullie in de toekomst nog een kindje willen? Ik krijg die vraag trouwens echt elke dag naar mijn hoofd geslingerd. Wil je een derde? Komt er een derde? Dan denk ik ten eerste, wil je een derde? Ik ben net bevallen. Ten tweede, komt er een derde? Je weet niet eens of je überhaupt al zwanger kan raken. Maar ik vind dat best wel heftig vragen. Want ik ben echt net bevallen, hè. Dat is het laatste waar ik nu aan denk. Ik heb daar een beetje kriebels van. Eigenlijk negeer ik die vraag altijd gewoon. Maar ja, dat kan je gewoon nu nog niet zeggen. Je hebt net een baby gehad en dan ga je niet al zeggen ik wil een derde. Ik moet wel zeggen, vroeger zei ik altijd ik wil 2 kinderen. Dat heb ik ook in video's uitgesproken. Ik ook. 10 jaar geleden toen wij... Ik ook, maar dat is echt omdat we allebei uit een gezin van 2 komen. Dat we dachten dat het ideale beeld was. Net als dat wij dachten dat we een jongen en een meisje gingen krijgen. Ja zeker. Ja. Ja, voor nu zeg ik het is even goed zo, maar het is nooit uitgesloten. Je gaat nooit zeggen van het is er klaar mee. Ja, op een gegeven moment is het natuurlijk wel klaar. Ja. Maar voor nu, nee. Op dit moment en de komende jaren zit het er waarschijnlijk niet aan te komen. Maar ik ben 24, jij bent 24. Ik weet niet hoe ik me voel als ik 30 ben. En dan zijn er vast wel meningen over een groot leeftijdsverschil. Maar ik heb dat eerlijk gezegd liever dan heel kort op elkaar. Nee, maar vroeger zei ik altijd 2 kinderen niet meer. Maar ja, ik kan gewoon nu niet. Ik kan deze beslissing gewoon niet maken voor mijn hele leven. Aangezien mijn leven net begonnen is voor mijn idee. En dan krijgen misschien mensen in onze omgeving weer baby's, dan gaat het misschien kriebelen. Ja, ik ga niet zeggen, ik wil nooit meer een derde. Het is niet uitgesloten. Alleen niet dat ik nu sterk denk van over 1 jaar wil ik een derde. En bovendien moet je ook maar eens zien of je wel zwanger kan raken, want het is echt niet vanzelfsprekend of zo. Zouden jullie nog willen verhuizen naar een groter huis? Ja, heel graag. Ja. Ja. Maar ook dat we staat... We hebben geen haast. Nee, dat staat niet nu op de planning van we gaan over een maand verhuizen. We hebben natuurlijk... Ja, dat was van Dordrecht naar Oosterhout toen jij zwanger was van Lef. Toen moesten we overhaast gaan verhuizen natuurlijk. Toen hebben we overhaast een huis gekocht. Ja, dit huis, ja, dat is helemaal prima, helemaal mooi. Geweldig, leuke wijk. Ja. Alleen, ja, de woonkamer is wat aan de kleine kant. Ja. En ja, dat is misschien een beetje een luxe probleem. Want we zitten hier echt, ik denk dat we heel erg blij mogen zijn. Dat we zijn ook zeker heel erg blij. Alleen, ja, je kijkt natuurlijk ook altijd weer een stapje verder. En dat mag ook, want we zijn jong en ja, we hoeven niet in dit huis ons hele leven te wonen. Kijk, op dit moment zitten we hier hartstikke goed en het is echt totaal geen noodzaak. De andere 2 keren was het dus noodzaak eigenlijk, het verhuizen van joh, we moeten wel groter, want anders dan
ja, past het allemaal niet. Maar we zijn wel gewoon een beetje aan het kijken en aan het oriënteren. En als we nou hier bijvoorbeeld in de wijk een van de huis zien die we echt helemaal geweldig vinden, ja, dan gaan we misschien wel kijken. Ja. Alleen, we gaan gewoon geen overhaaste beslissing nemen. Want het is niet noodzakelijk. Dus we zullen ook niet zomaar zeggen, we willen dit huis. Omdat het niet noodzakelijk is. Maar we zouden zeker in de toekomst bijvoorbeeld een 2 onder een kapper willen, bijvoorbeeld. Zeker. Ja, we zitten al, een beetje te kijken. Maar ja, te oriënteren. We gaan geen overhaaste beslissing nemen. We moeten eerst een goed huis vinden. Ja. En we zijn ook niet zo hard op zoek of zo. We zitten gewoon een beetje voor de fun te kijken, maar... We hebben echt geen haast. Nee, totaal niet. Nee, en ik vind het ook best wel heftig om dit huis naar achteren te laten vallen. Omdat ik de kinderkamer zo leuk vind. Wat is jouw ervaring met anticonceptie? Ik ben er klaar mee. Ik wil stoppen. Maar ja, wat dan? Ja, op dit moment, voor alle vragen over de anticonceptie. Ik zit nu niet aan de anticonceptie. Ik zat vroeger altijd aan de pil. Daar hebben wij niet hele goede ervaringen mee. En ook qua stemmingswisselingen en zo ook niet. Nu zit ik er wel eens aan te denken om een spiraal te laten zetten. Maar ik twijfel heel erg. Want ja, dan lees je ook weer negatieve verhalen. En dat beïnvloedt mij heel erg. En ik hou er gewoon niet zo van die hormonen. En ik denk ook echt, waarom is er niks voor een man? Ja. Je moet gewoon doen wat goed voor je voelt. Maar wij zouden het ook niet onveilig nu doen. Je hebt altijd nog een condoom. En dan kan je denken, dat is ook niet betrouwbaar. Maar... niks is 100% betrouwbaar, snap je wat ik bedoel? Niks is 100%. En de kans dat het scheurt is echt wel klein. Ja. Ik snap echt niet hoe mensen kunnen praten en eten en kletsen. Nee. Nee, hoe doen mensen dit? Het duurt lang. Wat wilden jullie vroeger als kind worden? Krijgen we hier binnen? Nou, vertel. Ik wilde vroeger kapitein worden. Ja, dat wist ik. Ik heb ook de kapiteinsschool gezeten. De zeevaartschool. De kapiteinsschool? De zeevaartschool noemen we dat inderdaad. Maar bij de intake werd ik al eigenlijk niet aangenomen. Toen moest mijn vader nog mee. Mijn vader? En, ja, toen heb ik mij een heel net mailtje gestuurd en toen werd ik toch wel aangenomen. Jouw vader heeft me net een mail gestuurd. Toen, ja, klopt. Toen begon die opleiding en ja, na een paar maanden was ik er eigenlijk wel helemaal klaar mee. Was toch niks voor mij. Ik vind varen echt geweldig, maar er komt zoveel meer bij kijken als je dan kapitein wordt. Vaak van huis, ja, technische aspecten. Jij vindt varen voor je plezier leuk, maar dat kan je inderdaad niet vergelijken met een job, toch? Dat heb ik toen onderschat. Ja. Toen ben ik iets anders gaan doen in de logistiek. En een paar jaar gewerkt. En, ik weet heel anders. Dus ja, wat wilde jij worden als kind? Dat denk ik. Actrice. Superster. In mijn vriendinnenboekje stond beroemd worden, kapster of een eigen winkel. Het is deels allemaal wel uitgekomen. Ik hou er wel van om in de picture te staan, dat weet iedereen. Ik hou gewoon heel erg van mode en mijn moeder heeft natuurlijk een eigen winkel en ik wilde dat eigenlijk ook. Nou, ik heb geen winkel, maar ik heb wel een webshop. Ja. En kapster ben ik ook geweest. Dus ja, ik heb wel een soort mijn dromen waargemaakt, hè. Hebben jullie bij Lef nog aan abortus gedacht omdat Lef niet gepland was? Nee, nog niet. Nee, echt geen seconde. Wij hebben dat altijd gezegd als ik zwanger raak, we gaan het niet weglaten. Nee, ook al zaten we niet in de goede situatie qua huis, bedoel ik dan. Nee, hebben we nooit aan gedacht. Ja, nee. Hoe heeft Tigo de bevalling en de eerste maand als vader van 2 ervaren? Hoe heb je de bevalling van Lef inderdaad ervaren van Finn? Hoe stond jij daarin? Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Nou, heel ontspannen eigenlijk. Ja. Ja, maar nee. Hoe kijk je erop terug? Vond je het bijvoorbeeld bijzonder te zien dus wat voor kracht ik heb? Of het is sowieso heel bijzonder en mooi natuurlijk. En ja, jij hebt het sowieso heel goed gedaan. Jij was ontspannen, ik was ontspannen, dus het was een ontspannen sfeer. En ja, dat moment wanneer die kleiner uitkomt is natuurlijk... Nou, dat blijft echt bijzonder. Fantastisch. Oh, heb je dat echt staat gewoon op je netvlies gegraveerd. Ja. Ook die van Lef natuurlijk wel. Nee, dus goed. Ja, dat is echt wel het bijzonderste wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Als wel ik nu nog 20 keer bevallen heb, blijft zo bijzonder om te zien wat er uit de buik komt. Wat voor wezen je hebt gecreëerd, letterlijk. Ja, zeker. Ja, ik vind het gewoon zoiets magisch dat je dat samen creëert. En dat het begint bij zoiets kleins. En dan, nou, ik blijf het echt heel bijzonder vinden.
soms lijken jullie niet gelukkig met elkaar. Of lijkt het of jullie er kort af doen tegen het tiegen. Klopt dit? Ja, jij kan soms wel even wat kattiger zijn tegen mij, inderdaad. Dat krijg ik ook wel te horen van jouw vader en van andere mensen. Dus ja, dat klopt. Ik moet zeggen, ik ben ook niet altijd de liefste vriend natuurlijk. Ik kan soms ook wel even een beetje dingen zeggen die ik eigenlijk niet hoor te zeggen. Nee. Vooral als ik een beetje boos ben, dan gooi ik er ook dingen uit wat niet heel handig is. Dus nee. Ja, we hebben alle twee wel dingen waarop het soms lijkt dat... Dat we misschien niet gelukkig zijn. Ja, maar... jullie zien natuurlijk 30 minuten van mijn hele week. Dus daar kan je sowieso dit niet op baseren. En ik ben gewoon een heel real persoon. Dus al doe ik kort af, laat ik dat ook gewoon zien in mijn vlogs. Terwijl Tigo, die zou dat bijvoorbeeld in de schermen niet laten zien. Maar buiten de schermen wel. En dan lijkt het alsof Tigo de good guy is. En nooit zo'n snaar naar mij heeft. Ja. Nee, maar je moet niet alles geloven wat je ziet. Want... ja, als ik een keer kort af doe, wil niet zeggen dat ik altijd zo ben. En als Tigo altijd leuk is in de video's, wil ook niet zeggen dat Tigo altijd zo is. Snap je wat ik bedoel? Nee. Dat kan je niet oordelen over 30 minuten. Zijn jullie nog gelukkig met elkaar? Ja, over het algemeen wel. Maar het is wel gewoon... ja, er zijn pittige momenten. Hoe noem je dat? Pruimtijd? Ik weet niet hoe je dat noemt, maar er zijn gewoon pittige momenten in de relatie. In verband met de kinderen. Ja, natuurlijk. We hebben altijd ruzie om de kinderen eigenlijk. Het is gewoon niet niks. Nee, ja, sommige mensen die zullen hun relatie daar gelijk misschien mee stoppen. Mee beëindigen. Alleen, ja, ik denk gewoon van ja, het is een fase en ik ga ervan uit dat dat gewoon weer goed komt. Ja, want ik zie het ook in onze omgeving. Bij al die stelletjes dachten we eerst dat het bij hun perfect ging. Maar puntje bepaalt, je hebt elk huisje zijn... kruisje of struikje, of wat is te zien? Ja, je begint elkaar sowieso pas te leren kennen natuurlijk als je samen woont en daarnaast dan ook nog kinderen krijgt. Ja, dan moet je het gewoon flikken in de relatie. Dat is eigenlijk gewoon een soort van hogeschoolrelatie, lijkt het. Ja, maar bij als veel, ik het zo kan zeggen. Bij veel stellen in onze omgeving gaat het ook allemaal niet vlekkeloos. Weet je, die hebben ook die struggles die wij hebben. Ja. Maar het is juist de kunst om je daar doorheen te zetten. En ervan te leren bijvoorbeeld en gewoon vooruit te denken en denken het komt goed. Ja, als het echt niet meer gaat, hè, dan kan dat ook niet, hè. Maar ik vind soms gewoon dat mensen te snel uit elkaar gaan, maar dat is mijn mening. Ja, zeker. Ja. Nee, maar over het algemeen zijn we gewoon gelukkig. Hebben jullie iets waar jullie een meningsverschil over hebben als het gaat om de opvoeding? Daar ben ik wel benieuwd naar. Volgens mij wel hoor. Ik denk het vast wel. Of niet? Ik moet zeggen, over het algemeen liggen wij heel erg op één lijn betreft de opvoeding. Echt. We hebben nooit echt ruzie over de opvoeding. Nee, ik zit echt na te denken. Er moet toch wel iets zijn waar we het niet beide over eens zijn. Is er nooit een situatie voorgekomen dat ik dit zei en jij dat? Dat lijkt mij toch wel. Volgens mij zijn wij het altijd wel eens. Ik kan me dat niet voorstellen, maar we zijn het bijna nooit niet eens met elkaar. Dus daarom kunnen we denk ik nu ook niet iets bedenken. Ik zit echt na te denken. Nou ja, misschien dan. Nee, ja. Ik weet het echt niet. Nee, de opvoeding, daar zijn we echt. Daar zitten we op één lijn. Maar daar gaat het bij heel veel stelletjes mis, hè. Ook als wij series kijken en zo. Dat mensen uit elkaar gaan. Omdat ze inderdaad gewoon heel veel struggles hebben. Dat de een zegt dit. Maar wij hebben dat nooit. Nee. Maar daarom loopt het denk ik ook nog goed, ja. Want besef, als ik zeg van let maar geen koekje. En jij zegt jawel. Dan heb je daar een ruzie om. Snap je wat ik bedoel? Ja, precies. Maar daar zitten we gewoon. We zitten echt op één lijn, hoor. Ja. En ik ben ook wel degene die misschien wat meer het touw in handen heeft. En jij vindt alles prima. Dus daarom. Ja, als ik het niet prima vind, dan zeg nee. Ik het ook. Maar over het algemeen vind je mijn dingen wel prima. Ja, daarom. Daar zitten we op één lijn. Ja. Hebben jullie nog toekomstplannen? Ja, nou ja. We zeiden natuurlijk net al een groter huis. Dat zouden we graag willen. Qua kinderen weten jullie inmiddels ook. Misschien met je bedrijf. Ja, daar zijn we natuurlijk beide ook nog steeds mee aan het groeien. Ik hoop dat dat ook gewoon zo door blijft gaan. Ja, wij kunnen gewoon niet allebei alle aandacht van de wereld aan ons bedrijf besteden omdat we kinderen hebben. Dat vind ik oprecht heel lastig en Tigo ook. Maar ja, dat accepteren we nu. Maar mij lijkt het misschien wel leuk om ooit een winkel te openen. Een winkel? Ja, ik weet het niet zeker, maar ja, dat is toch wel echt iets wat ik heel leuk vind. Maar niet op dit moment, omdat ik jonge kinderen heb. En dat vind ik gewoon
niet leuk als ik er bijna niet voor ze kan zijn. Nee. Maar als ze naar school gaan, je kan ook je openingstijden aanpassen op de schoolroosters, hè? Of ja, zoiets. Zeker. Je hoeft niet elke dag tot 7 uur open te zijn. Willen jullie verhuizen naar het buitenland? Moet ik daar eerlijk over zijn? Ja. Altijd eerlijk zijn. Van mij ligt, stap ik volgende maand. Verkoop ik mijn huis in Nederland. Ons huis in Nederland. En dan stap ik in een vliegtuig naar Spanje. Ja. Komt natuurlijk ook omdat mijn vader daar woont, mijn zusje daar woont. Mijn tantes en, of met, nou, mijn tante en mijn oom die gaan daar wonen. Ja. Dus ja, ik zie mijn familie die zie ik daar ook naartoe vertrekken. En ja, ik zie gewoon hoe lekker je daar kan leven. Niet zo gehaast als hier in Nederland. En ja, eigenlijk. Hij zit er nog te lachen. Ja, ben je ook naar Spanje, jongen? Blijf ook wel, denk ik. Ja, nou ja, sowieso. Ik zie mensen daar naartoe vertrekken en ik hoor alleen maar goede verhalen. En omdat wij ons eigen bedrijf hebben. En we gewoon al wat werk hebben wat ook op afstand kan. Of in ieder geval bij mij. Dan denk ik van ja, waarom niet? Ja, en ik twijfel heel erg. Kijk, leuk dat het lekker weer is in Spanje. Maar ik vraag me af, is het onderwijs net zo goed als in Nederland? Ja, of het onderwijs in Nederland nu heel goed is, weet ik eigenlijk ook niet. En wat Tigo zei over dat rustig aandoen en zo. Ja, daar kan ik me ook juist heel erg aan irriteren. Want jullie weten natuurlijk wel mijn verhaal met het huis wat ik heb in Spanje. Nou, om ook maar gelijk de meest gestelde vraag van de afgelopen tijd te beantwoorden. Heb je het appartement in Spanje nog? Ja. Hoe is het met het appartement in Spanje? Ik heb gewoon nog steeds geen goede update voor jullie. Het gaat daar dus allemaal heel traag en langzaam. Op het moment dat er allemaal problemen waren en wij op allemaal mensen wachten die dit of dat kwamen repareren, kwam er letterlijk niemand opdagen. Een paar dagen na maak je een nieuwe afspraak, komt er nog niemand. Ik weet natuurlijk niet of iedereen daar zo is, maar heel veel komen hun afspraak gewoon niet na. Je kan er gewoon geen duidelijke planning maken, alles duurt daar een eeuwigheid. Ja, en daar tuurlijk, kan ik niet mee leven, want ik hou gewoon heel erg van een strakke planning. Ik vind het hier soms wel dat mensen te gehaast zijn en chagrijnig en gestrest. Dat vind ik ook weer niet chill, maar er moet een middenweg zijn. Daar gaat het weer te tranquilo, daar kan ik ook niet tegen. Want ik heb ADHD en ik moet gewoon structuur hebben in mijn leven. Zeker. Ja, maar ja, elk land heeft natuurlijk zijn voor- en nadelen natuurlijk. Maar ja, dat blijft je houden. Maar ik vind het gewoon best wel een stap. En ik wil die stap ook niet zomaar nemen, omdat ik kan mijn kinderen dat niet aandoen. Dat ik daar bijvoorbeeld een paar jaar woon en dan ineens weer denk, ik wil terug. Terwijl Lef daar bijvoorbeeld net gewend is op school. Kijk, dat vind ik gewoon een heel ding. Als wij geen kinderen hadden, had ik daar waarschijnlijk nu al gezeten, hoor. Ja, ja, het is gewoon zo. Ja, ik kom daar natuurlijk al sinds ik het me kan herinneren. 3 of zo, 3 of 4. Ja, maar dat is voor vakantie. Maar... Ja, maar voor vakantie. Maar ik weet gewoon dat ik daar ook gewoon lekker kan wonen. Dat weet ik gewoon 100% zeker. Maar ja, ik kan natuurlijk niet alleen gaan. Ik heb jou en natuurlijk de kinderen. Dus ja, ik ga niet alleen naar Spanje toe. Maar ja, ik zou dat wel heel graag willen. En ja, ik weet zeker, ja, ik wil dat gewoon. Ja, ik weet het. Maar ik vind het gewoon best wel een ding. En ik vind het spannend of zo. En ja, ik denk altijd, ja, als je twijfelt. Ik ben gewoon bang dat ik er spijt van krijg. En misschien ook omdat ik gewoon best wel veel heb meegemaakt nu in Spanje, hè, met dat appartement, met die schulden die ineens op mijn pad kwamen, terwijl ik daar helemaal niks van af wist en ja, nog steeds gewoon, niks van af weet. Dat is gewoon ongeluk geweest. Ja, maar daardoor heb ik wel een beetje een naar gevoel naar dat land. Ja, dat klinkt een beetje stom, ja, maar dat is het echt. Anders had ik het misschien al wel gedaan, hè, maar als ik het woord Spanje hoor, word ik een beetje misselijk door al het gezeik wat ik heb meegemaakt. Dan kan jij je misschien voorstellen, maar ik... Ja, nee, zeker. Het is gewoon vervelend, maar ja. Ja. Ik vind dat daar gaat op een gegeven moment gewoon iets uitkomen wat hopelijk gewoon positief is. Ja. Maar het is lang wachten inderdaad. Ja, ik weet het niet. Ja, nou, dat is, daar kunnen we nog geen update over geven, omdat we gewoon zitten te wachten. Alleen, ik zou gewoon graag naar Spanje winnen. En jij zei net natuurlijk, ja, we kunnen ons werk meenemen, maar ik kan mijn webshop natuurlijk niet meenemen. Kijk, Tigo zei al van, joh, dan begin je daar je webshop. Maar dan zit ik natuurlijk met hele hoge verzendkosten. Ja, dat wil ik jullie ook niet aandoen. Die verzendkosten zijn al €20. En dan kan je dat doorberekenen in je prijs. Maar niemand gaat dan een broek van €70 of €60 kopen. Snap je? Dat vind ik lastig, want ik vind mijn webshop wel heel leuk. Ja. En dan kan ik ook wel echt mijn ei in kwijt. En dan denk ik, ja, wat moet ik daar dan doen? Dan kan ik wel alleen maar social media doen. Maar ik vind het fijn om iets erbij te hebben. En ik spreek taal niet. Maar jij bent toch de ondernemer? Ja, maar ik... Soms weet je ook gewoon niet wat je nog meer wil ondernemen als je een ding hebt wat je leuk vindt.
Nee, maar ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik ben gewoon, ik zit altijd met creatieve dingen in mijn hoofd en dan begin ik eraan en denk van, nee, ik heb mijn eigen bedrijf nu, daar moet ik me op focussen. Dus ja, hij zit echt de hele tijd te lachen. Maar ja, ik heb altijd die creatieve dingen in mijn hoofd van, hey, dat is leuk om... om op te zetten. Dit wordt de ondernemer, denk ik. Hij zit helemaal van, ik ga dat ook doen later. Ja. Er staat dus bij zijn sterrenbeeld dat dat vaak ondernemers zijn. Als goed ondernemer van. Moet je wel echt risico's nemen. Je moet risico's nemen, ook niet te veel, want het kan ook fout gaan. Maar Finn die wordt een beetje onrustig en die is heel moe, dus wij gaan de video afsluiten. Doe in ieder geval een duimpje omhoog als je het leuk vond. En dan wil ik je bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Doei. Doei.